kreeg de vraag van Dirk, hoe kan ik een soort keukenkastdeur maken met een uitgefreesde rand? Want stel dat Dirk een klassieke keukenkastje bedoelde. Dus wat gaan we doen? We starten eigenlijk gewoon met een vierkant, gaan we pushpullen. Dat is de basisvorm van onze keukenkast. Daarop tekenen we, of kunnen we op mijn offset doen natuurlijk. Dus dat zou de rand zijn. Maar stel, en meestal is dat hier dan ook nog met een boogje. En dan hier binnenin willen we eigenlijk een rand uitgefreesd hebben. Nu ga je hier een hulplijnetje tekenen, zodat ik hier een vlakje gewoon kan tekenen. Dat vlakje is gewoon een vlakje waar ik nu het profiel van de rand die ik wil uitvrijzen kan op tekenen. Dus dat kan een combinatie zijn van verschillende bogen die op elkaar volgen. Zolang dat je zorgt dat dit een profiel vormt, een profielvlakje, dan kunnen we dit gaan gebruiken. Deze lijn hebben we niet meer nodig. Dus dit vormpje willen we hier uitsnijden. Dan gaan we het pad selecteren. Dus dat is waar we dit willen uitsnijden, dus het pad, follow me. En op deze manier maken we hier een uitgefreesde rand in de vorm en het profiel dat we uiteindelijk wensen.